kennen, hè? De griffier geeft aan dat we los kunnen. Commissieleden allemaal hartelijk welkom. Mensen op de tribune, welkom. En mensen thuis ook van harte welkom bij deze commissievergadering. En die is daarmee geopend. Er heeft zich één inspreker gemeld met betrekking tot de verbreding tunnel onder N348 bij Dalmsholte. Dat is meneer Westrik. Ja. Nou, dat betekent dus in feite van dat de agenda aangepast wordt, want het is de gewoonte dat wij het agendapunt waarbij insprekers zijn naar voren halen. Verder nog iemand over de agenda? Niemand. Dan inventarisatie voor de rondvraag. Met onderwerp. We hadden drie vragen voor de rondvraag. Eén dienstverlening, BOH. Twee gaat over het bestuursmanifest. En drie over de peuterspeelzalen. Mevrouw Schunselaar. Ik had een vraag betreft farsen om een mars. Daar zijn ook schriftelijke vragen over gesteld. Of vragen over gesteld bij het vragenhalf uurtje. En ik zou u adviseren om zich daarbij aan te sluiten. Dingen die missen, dan te bedde te brengen. Dus in de raadsvergadering bij het vragenhalf uurtje. Kan daar uw instemming wegdragen? Ja? Oké. Okay. Wat is het? Dit is de inventarisatie van de rondvraag. Dan geef ik nu het woord aan meneer Westrik. Geachte commissieleden, mijn naam is Jan Westrik en ik spreek namens LTO Noord, de afdelingen Dalfsen en Ommen. Vanavond spreekt uw commissie over de verbreding van de tunnel onder de N348 bij Dalmsholte. En ik maak graag van de gelegenheid gebruik om hierop de visie van LTO te geven. LTO heeft in mei 2015 bij het college van BMW, toen de wijziging van het bestemmingsplan voorlag, aangegeven dat voor landbouwverkeer de geplande tunnel van 4 meter in feite te smal is. We hebben toen verzocht de tunnel minstens naar 4,5 meter aan te passen. Reden daarvoor is dat het landbouwverkeer met een reguliere breedteontheffing een breedte mag voeren van 3,5 meter. En als praktisch voorbeeld noemen we een trekker met een zij- en frontmaaier, wat geen uitzondering meer is tegenwoordig, die is al snel in de richting van die 3,5 meter. En de provincie die geeft in haar antwoord aan dat de maximale wettelijke toegestane breedte van landbouwverkeer 3 meter is. Dat verbaast ons en is ook niet waar. Als u op de site kijkt van de Rijksdienst voor Wegverkeer, wordt duidelijk aangegeven dat ontheffing tot 3,5 meter mogelijk is. En in de lijst van de gemeenten die daarbij worden gepubliceerd, wordt ook de gemeente Ommen genoemd. Nu u in uw raadscommissie voorstelt de opmerking van de provincie over 3 meter letterlijk overneemt, wil ik u verzoeken die passage in uw voorstel aan te passen, met verwijzing naar de reguliere ontheffingsmogelijkheid. En ook bij de provincie dat heel duidelijk aan te geven. Concreet houdt dus in dat we als LTO bij ons standpunt blijven. Een tunnel van 4 meter is voor landbouwverkeer ontoereikend. En we vragen u dan ook voor een bredere variant te gaan. Vervolgens geeft u in uw voorstel
5 mogelijke scenario's aan. We willen geen voorkeur uitspreken voor een scenario, maar er wel graag een paar opmerkingen over maken. Allereerst, we zijn ook wel voorstander om de tunnel passeerbaar te maken voor autoverkeer. Maar dan loop je tegen het praktische probleem aan dat ook landbouwverkeer de tunnel van beide kanten in kan rijden, want je ziet elkaar niet aankomen en dat zou betekenen dat verbreding met 2,5 meter nog niet voldoende is voor passeerbaarheid voor landbouwverkeer. Dan moet er nog een bredere tunnel komen. Dat zal wel niet haalbaar zijn, maar we willen u dit probleem wel meegeven. Verder merken we op dat als niet voor een bredere tunnel gekozen wordt, maar er gekozen wordt voor scenario 3, waarin wordt afgezien van verbreding, dan is dit, gezien hetgeen we opgemerkt hebben over de breedte van landbouwvoertuigen, voor ons onacceptabel. En we willen u vragen om dan toch de provincie te overtuigen dat voor landbouwvoertuigen een tunnel van 4,5 meter noodzakelijk is. Bij scenario 5 willen we ook graag enkele opmerkingen plaatsen en vragen stellen. In deze scenario ziet de gemeente af van realiseren in de tweede fase. Er wordt ingezet op 2 tunnels in de derde fase bij Damsalte en de Oude Hammerweg. Hierbij wordt opgemerkt dat dit verkeerskundig wel interessant is, omdat er een kausaal verband bestaat tussen de tunnels bij Damsalte en de Oude Hammerweg. Herpositionering van de tunnels in relatie tot het sluipverkeer en bestemmingsverkeer. Dit scenario kan ook rekenen op veel draagvlak in het gebied. Onze vraag is, wilt u met de opmerking bij Damsalte en herpositionering aangeven dat de plaats waar de tunnel zal worden gerealiseerd, zoals het nu voorstaat, tussen de Damsalterdijk en de Achterveldsweg weer ter discussie komt? LTO kan zich niet indenken dat dit de bedoeling is, om de volgende redenen. De provincie is in een heel lang traject met voorstellen, inspreken en compromissen uiteindelijk tot deze beslissing gekomen. De provincie is inmiddels ook al bezig met verwerving van grond om dit te kunnen realiseren, dus zij zullen daar ook niet snel voor kiezen. En ten tweede, ook u als gemeente moet denk ik de discussie niet opnieuw willen. Er is nu een oplossing gevonden om de tunnel op deze plek te realiseren en daar moet men niet weer van afzien. Ook al zal er misschien geen enkele partij gelukkig mee zijn. Want als u de voorherpositionering kiest, dan zal men over enkele jaren dezelfde discussie weer opnieuw moeten voeren met alle emotie die er met zich meebrengt. En dat is geen goede zaak en geeft verwijdering in het gebied. Samengevat, LTO raadt u met klem aan om af te zien van scenario 5. Dit geldt in mindere mate ook voor scenario 4, want daar wordt niet over herpositionering gesproken, maar de kans is groot dat een discussie daarover niet uitblijft. En daarom, als u toch voor scenario 4 kiest, maak dan afspraken dat de plek van de tunnel niet weer ter discussie komt. Tot zover onze opmerkingen. We wensen u veel wijsheid toe om tot goede besluiten te komen. Dank u voor uw aandacht. U mag nog even blijven staan, want misschien zijn er commissieleden die nog een vraag aan u hebben. De heer Mors.
Ja, klein vraagje. Er is natuurlijk een theoretisch model als de tunnel van beide kanten te benaderen is en langs elkaar heen, dat dan ook twee van die grote brede landbouwcombinaties langskomen. Theoretisch is dat mogelijk. Hoe groot acht u de kans op een dag, in een jaar, in een week, dat dat eens een keer zal gebeuren, dat ze echt van beide kanten tegelijkertijd aankomen? Dat is moeilijk in te schatten. En het zou denk ik ook geen probleem geven als je van weerskanten kunt zien wie de tunnel ingaat. Maar dat is maar helemaal de vraag. En in de tijd van met oosten en zo, dan rijden die wagens op en neer naar een bedrijf toe. Nou, dan is de kans groot dat ze elkaar daar wel een keer tegenkomen. En dat geeft problemen. Moet je weer achteruit, ja, weet ik het wat er gebeuren moet dan. Maar het zal niet elk uur gebeuren, maar als het in een tijdstip gebeurt wat er ook meer verkeer is, en je zit met elkaar in die tunnel, er zit verkeer achter, je moet weer achteruit. Ja, dat moet je met elkaar niet willen. De heer Bongers. Ja, dank u wel. Meneer Westrik, vraag je, u geeft aan dat het RDW heeft ook voor de gemeente Ommen ontheffing verleend voor bredere voertuigen dan 3 meter. Heeft u enig idee over hoeveel voertuigen in deze omgeving die ontheffing nodig hebben, dus die breder zijn dan 3 meter? Ik kan daar geen aantallen voor noemen en ik denk dat de aanvraag daarvoor want ik denk dat die ook bij de gemeente ingediend moet worden, weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar dat best nog wel mee zal vallen, maar dat er ook heel veel combinaties rijden zonder dat ze die verbreding hebben. Klein voorbeeld te noemen, ik heb een schoonzoon, die heeft een bedrijfje van 60 koeien, helemaal niet zo groot. Maar die heeft ook zo'n trekker met een fronthef en een zijmaaier. Maar die heeft wel ontheffing aan moeten vragen, want die is wel breder. Dus dat, als het niet aangevraagd wordt, de praktijk is wel dat er toch wel veel van zulke voertuigen rijden. En is de trend ook, meneer Wisser, dat de trend is dat ze steeds breder worden? Dat de voertuigen wat dat betreft ook? Nou, de schaalvergroting gaat overal door en dat gaat ook in die voertuigen door. Maar ze zullen uiteraard niet boven die ontheffing van 3,5 meter mogen. Verder geen vragen voor meneer Westrik, dan gaan we over tot behandeling van het onderwerp. Het is overleg met het college en ik geef voor deze gelegenheid het woord aan wethouder de Keurst. Voorzitter, dank u wel. Tegen mijn gewoonte in heb ik een wat langere aanloop nodig, omdat wel zou kunnen blijken dat aan het eind de tunnel toch wat steiler wordt. En we helemaal niet zo ver liggen uit de koers van LTO en de PB Damsholte. U bent allemaal op de hoogte met het provinciaal project in het kader van DVL, doorstroming verkeersveiligheid en leefbaarheid. En er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt ten aanzien van de ondertunneling op een aantal plaatsen in de N348 om de gelijkvloerse oversteken weg te halen in het kader van de verkeersveiligheid en op een aantal plaatsen daar ondertunneling voor in de plaats te laten komen. U hebt in de raadscommissie, ik meende dat het was november, daarover gedebatteerd en ik heb toen de conclusie getrokken dat u deze tunnel in deze verschijningsvorm op die plek niet wenselijk achtte. De college heeft toen de handreiking gedaan om met GS in overleg te treden. Dat hebben we gedaan middels een brief ten aanzien van de verbreding. Het college van GS heeft daarop geantwoord dat wat haar betreft verbreding van de tunnel bespreekbaar is. U hebt daar ook bericht over gehad. En dat betekent dat zij daarin mee willen gaan, mits de gemeente Ommen de helft van de extra kosten, zijn de 110.000 euro, zeg voor Ommen, ex-BTW, voor haar rekening wil nemen. En de gemeente Dalfsen en Raalte daarmee instemmen. En dat heeft te maken met de budgetspanning die zit op het hele traject, inclusief de tunnel aan de oude Twentseweg. Waarin in het verleden, ik dacht ergens in 2013, toen ook de gemeente Ommen zich solidair heeft verklaard ten aanzien van de inspanningsverplichting, mocht het budget zover onder spanning te komen staan dat er bijgepast zou moeten worden. Het voorstel van GS voorziet erin dat GS extra geld uit
de bestaande middelen, ruim 12 miljoen, trekt. Daarmee neemt de budgetspanning toe. En via de ambtelijke kanalen hebben wij al te horen gekregen, en dat zal morgen bij het bestuurlijk overleg waarschijnlijk bevestigd gaan worden, dat Dalfsen en Raalte zich daartegen zullen verzetten. Dat betekent, voorzitter, dat scenario 2 daarmee wat ons betreft eigenlijk al afvalt. Dat betekent dat we overhouden het zelf dragen van de kosten. U kent allen de begroting, nog beter dan dat ik die ken. Maar ik heb wel onder de streep gekeken. En zowel structureel krijgen we hem net sluitend als incidenteel. We maken hem incidenteel sluitend door te putten uit de reserves. Het college acht het niet verstandig om structureel een beroep te doen op de schaarse middelen die er zijn. En om verder geen beroep te doen op de algemene reserve. We hebben ook niet à fond perdu, dus die 220.000 euro op tafel gaan leggen. Afzien van verbreding doet geen recht aan wat u graag wenst en wat de plaatselijke belangen wensen. Met de kennis van toen zijn een aantal overige scenario's bedacht. Bijvoorbeeld gaan we gokken op een fase 3, waarvan het nog maar de vraag is of die in deze periode van GS of in een periode daarna überhaupt aan het sniet komt. En dan is er een heel mooi scenario van misschien wel 2 tunnels en dan sluitverkeer proberen te voorkomen. Scenario 5. Een kansje. Ik acht die eerlijk gezegd uiterst miniem. Zeliko, onze ambtenaar en ondergetekende, hebben veelvuldig hierover met elkaar gepraat. En ook een aantal vragen steeds weer bij GS uitgezet, bij de provincie. Daarbij is ook het idee van plaatselijk belang Damsholte ter sprake gekomen. En dan vertaal ik hem even heel snel, heel kort door de bocht. We laten de fiets zakken, we houden die ruim 7 meter breedte. En dan hebben we dus een tunnel die door 2 motorvoertuigen gelijktijdig te passeren is. We zullen gaan voorstellen met fiets, suggestiestrook, et cetera. Dan kunnen ook landbouwvoertuigen van 4,5 meter breedte, die kunnen erdoor. Voor een als-dan situatie dat 2 grote tractoren elkaar tegenkomen, ja, dan zal er eentje achteruit moeten kunnen, want je kunt niet alles ondervangen. In dit traject. Kortom, wat ik morgen ga voorstellen, en ik heb gehoord dat bestuurlijk overleggen, dat die vertrouwelijk zijn, dus ik had u graag, maar u mag ze straks inzien. Ik had ze willen kopiëren, maar is mij afgeraden. Morgen zal die 220.000 euro aan de orde komen en de variant Damsholte van het plaatselijk belang. Het laten zakken van de fietsers, een tunnel van 7 meter breed, suggestiestroken. En daarmee lossen we een heel groot probleem op. De provincie zit daar wat zwaar mee in haar maag. Omdat de comfortzone van de fietser daarmee verandert. De fietser krijgt geen stijgingspercentage aan het eind van de rit van 4%, maar van 8%. Dat wil dus zeggen dat de echte kuitenbijter in het vlakke Damsholte daarmee is ontstaan. Nu zijn er in de periode dat er gemeten is niet ontzettend veel fietsers. Er zijn zo'n ongeveer 5 per uur zijn er gemeten. Misschien dat het in het zomerseizoen wat meer zullen zijn. Maar dan schat ik zo in dat het doorgewinterde fietsers zijn dan wel senioren die elektrisch worden voortgedreven. Mijn voorstel zou zijn dat ik morgen een lans breek voor deze variant. Namelijk geen verhoging voor fietsers, een tunnel van 7 meter breed met fietssuggestiestroken. Zodat een ieder elkaar, behouden dan 2 hele brede landbouwvoertuigen, maar dat een ieder zich vrij redelijk daarin kan bewegen. Dat zou mijn voorstel zijn. Dank u wel, voorzitter. Dat betekent dus dat er sprake is van een scenario 6. Ja. Wie wenst het woord te voeren? Alle fracties, begin ik bij de heer Wint. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou ja, dan zullen we dit scenario ook maar aan de lijst toevoegen. Eigenlijk was er eentje ook afgevallen, hebben we net gehoord, dus blijven er eigenlijk 5. Moesten we even over nadenken van ja, hoe gaan we dit nou aanvliegen dan? Want eigenlijk als wij zelf naar de scenario's hebben gekeken, dan hadden wij ook al een aantal scenario's eigenlijk afgeschreven. Scenario 1 inderdaad vanwege de financiën.
Scenario 2, nou, kon iedereen inderdaad wel zien aankomen dat Dalfsen en Raalte daar niet mee akkoord zouden gaan. Dus die hadden wij ook eigenlijk al afgeschreven. Scenario 3 was nog wel steeds een optie om gewoon helemaal af te zien van de verbreding. Scenario 4 en 5, nou, daar zaten we toch wel een beetje mee te puzzelen. Want eigenlijk de argumenten die genoemd worden voor scenario 4, eigenlijk de tegenargumenten, die gelden eigenlijk ook voor scenario 5. Terwijl eigenlijk zag dat scenario 5 er wel op zich wel heel aantrekkelijk uit. En hadden wij wel zoiets van, nou ja, als dat zou kunnen, maar onze vraag was dan inderdaad ook van, ja, hoeveel kans maak je nou om dat scenario gedaan te krijgen? En eigenlijk, als ik zelf zo dat zou inschatten, denk ik dat het niet heel grote kans had om te slagen. Dus dan, ja, dan zat je eigenlijk dan een beetje mee. Wat ons betreft was, zou dat een heel mooi scenario zijn, dus eigenlijk stond dat bovenaan ons lijstje. Nou ja, en dan eigenlijk als restscenario dan dat scenario 3. Maar goed, nu is deze variant er ook bij gekomen. En van dus de fietsstroken laten zakken en dan op die manier de tunnel zeg maar breder te maken voor het gemotoriseerd verkeer. De enige vraag die ik daar eigenlijk bij heb is van, maar hoe kijkt de provincie dan, of hoe zou de provincie kunnen kijken dan ook naar bijvoorbeeld de veiligheid van de fietsers in dat geval? Zou dat niet een probleem kunnen worden? Dus op zich denk ik dat wij wel kunnen instemmen dat de wethouder insteekt inderdaad op dat scenario, omdat dat ons ook wel in die zin het meest realistisch lijkt. Alleen, dit is toch wel een vraag die wij daar dan bij hebben. Voorzitter, dank u wel. De heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Nou, voor een groot gedeelte kunnen we ons aansluiten bij wat de heer Wint al aangaf. Wat voor ons erg belangrijk is, een van de belangrijkste criteria is van dat het een gedragen oplossing is. Het moet zinvol zijn, het moet ook echt door de plaatselijke bevolking als goed ervaren worden. Met het nieuwe scenario die de wethouder schetst, wordt de suggestie in ieder geval gewekt dat dit een gedragen oplossing zou zijn. Dat zou ik dan nog wel graag bevestigd willen horen van het plaatselijk belang. Want goed, de hellingsgraad, dat was ook een van de criteria. Nou weet ik ook wel dat een aantal, nou, laat ik het netjes zeggen, tegenwoordig fietsers met een hulpvoorziening fietsen. Dus ja. Dus ik denk dat die hellingsgraad, dat zal nog wat overbruggen zijn. En wellicht valt het technisch nog iets te regelen. Ja, en de scenario's 4 en 5 klinken heel mooi. Maar goed, we hadden een aantal vragen aan de wethouder. Van hoe opportun is dit en wanneer zou dit kunnen plaatsvinden, hoe concreet. Maar gezien uw nieuwe voorstel lijkt me dat niet zo zinvol om dat weer helemaal te gaan uit onderhandelen is het niet, maar in ieder geval uit te zoeken. Dus wij focussen ons graag op uw nieuwe voorstel, voorzitter. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, om zonder in herhaling te vallen, het gaat inderdaad om verkeersveiligheid, doorstroming en draagvlak inderdaad. Goed, scenario 5 was op zich een optie, maar goed, de kans op slagen ervan is al aangegeven. Ja, verkeersveiligheid, vooral om de kwetsbare groep fietsers. En de wethouder gaf aan, ja, dat zijn er 5 per uur. Maar goed, het zijn er wel 5 per uur. En dat zijn wel de kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Ik merk op inderdaad dat de wethouder lans breekt voor mechanische doping. Nou, dat vind ik wel op zich wel een aardige optie, moet ik zeggen. Als inderdaad sprake is van draagvlak en een overleg met de provincie, nou, dan is inderdaad scenario 6 is op zich in dit verband een goede. Dat was het, voorzitter. Mevrouw Schunselaar. Dank u, voorzitter. Ik kan eigenlijk datgene wat ik had willen zeggen sluiten eigenlijk haarfijn aan met datgene wat de wethouder heeft voorgesteld. Want als we al die scenario's langs gaan, ten eerste, het heeft nu geen zin, je moet het niet doen. Maar ik wil alleen wel opmerken over scenario 5. Dan denk ik, dat is zo'n nieuw scenario. En belangrijk in dit hele verhaal is gewoon ook dat het draagvlak is. En scenario 5, mijn vraag is gewoon,
U hoeft niet eens te beantwoorden, want ik denk dat er niet eens overleg hierover is geweest met de plaatselijke belangen. En uiteindelijk moet het dus wel gedragen worden. Dus voor wat betreft scenario 5, dat kon direct geprullenbakkeerd worden, of hoe je het ook wilt noemen. Dat is een woord van iemand. ik heb nog wel een hele andere vraag. En destijds is er aangegeven dat er een... dat er een weg zou komen, ik kan abuis zijn hoor, voor 100 kilometer, waar 100 kilometer per uur gereden zou worden. Dat, die gedachte is verlaten, is naar 80 kilometer per uur gewoon gebleven zoals het nu is. Maar waar zijn die gelden gebleven? Want ergens moet daar geld voor gereserveerd zijn. En als het niet uitgegeven hoeft te worden, moet het toch ergens geparkeerd zijn, denk ik. Maar ik hoor dan graag, als het kan en anders op een ander moment, een reactie over. Wat ik erg belangrijk vind, heb ik net ook al aangegeven, dat er draagvlak is in de omgeving. Wethouder heeft gezegd, dit sluit, nee, heeft dit niet gezegd, maar mijn gevoel is dat dit behoorlijk aansluit bij de plaatselijke belangen. Ik heb het krantenartikel van een tijdje geleden al even weer tevoorschijn gepakt. Van plaatselijk belang Damsholte. Ik heb in de raadsvergadering in oktober is dat geweest ook gezegd dat ik ook het erg belangrijk vind, dat de VVD-fractie het erg belangrijk vindt, dat dus de wegen daar naartoe, naar de tunnel, dat die, dat daar goed uit onderhandeld wordt. Wie is verantwoordelijk voor de aanleg, wie is verantwoordelijk voor de onderhoud. Want we weten allemaal, en zeker nu ook met de huidige weersituatie, dat de wegen daar, zeker dus die bermen daar, behoorlijk slecht zijn. En ik denk, ik neem dat toch ook, geef het toch ook graag even mee om daar ook goed aandacht aan te besteden. Dus de conclusie is dat, zonder ruggespraak, maar goed, we kennen elkaar, dat scenario 6 of 0, hoe je het ook wilt noemen, maakt mij niks uit. Dat we daar verder mee kunnen gaan. Wat ik wel wil meegeven, dat er goede afspraken moeten komen voor de aanleg en onderhoud van de toegangswegen, parallelwegen, et cetera. Dat is wel belangrijk. En die verkeersveiligheid, kijk, een hellingspercentage aan 8%, 8. Vroeger moest mijn dochter ook door de Maastunnel. En naar school. En ze leeft ook nog. Dus dat gaat best. En dat is ook best stijl hoor. De Maastunnel. Dus daar word je gewoon gehard van. Prima. En ja, inderdaad. En als je het niet kunt redden, dan ga je maar een stukje lopen. Hiermee zou ik het graag willen laten. Dank u wel. De heer Mors. Ja, meneer de voorzitter. Wat gebeurt er? Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar de fietsveiligheid, maar verder sluiten we ons gewoon aan bij een ieder ander. Maar we zitten hier in een toeristisch gebied. En in België, en daar dacht ik even aan toen mevrouw Schunselaar het over een Belgische uitdrukking had, ze hebben in België de muur van Hoei. Wij hebben straks het holletje van Damsholte. Maar toch wel een serieus punt. Toen wij aan het voorbereiden waren welke scenario's mogelijk een voorkeur zouden kunnen hebben, kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat we nog te weinig informatie hadden, met name over het financiële aspect. Want in het geval dat er ook nog een VRI zou zijn, nou zo'n ding gaat maar 15 jaar mee, dus in de loop der tijd zou ik wel heel erg benieuwd zijn hoeveel de total cost of ownership zou zijn. En als D66er zo'n ding gebruikt, en ik heb me laten informeren in een plaats in het noorden van Drenthe, zo'n ding gebruikt nogal wat stroom. Eigenlijk een VRI gebruikt, heb ik me laten vertellen, net zoveel stroom, energie als een gemiddeld huishouden. Ja, en daar zijn we natuurlijk ook wel een beetje op tegen, dus ook daar zouden we aandacht voor willen hebben. Maar als scenario 6 komt, nou, dan is het probleem opgelost, denk ik. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, we hebben het stuk bestudeerd en eigenlijk zou je dan de keuze moeten maken voor scenario 1. He, want eigenlijk hebben we daar het college mee de opdracht gegeven. Ga naar de provincie toe en probeer het uit te onderhandelen. Maar wij zijn ons er ook wel van bewust, gezien de financiële situatie in onze gemeente, dat het niet haalbaar en niet slim is. Dus in eerste aanleg
zouden wij kiezen voor scenario 3, hoe teleurstellend het ook is. Maar nu met de kennis die we nu binnenkrijgen, even snel laten bezinken, ja, zou ik zeggen van, en ik hoop dat het haalbaar is, dat moet de wethouder dan maar even aangeven, het nieuwe scenario. En ja, even terugkomen op mevrouw Schunselaar, want ik had het ook al op mijn brief geschreven, de Maastunnel, maar daar hadden we volgens mij een aantal roltrappen en een lift in. Dus ja, als dat haalbaar is om die... ja, nou goed, maar zelfs in de Maastunnel hebben ze al eens een keer mariniers ingehuurd om de fietsen te sjouwen. Dus misschien kunnen we daar ook zoiets mee doen. Maar dus kortom, als scenario, het nieuwe scenario haalbaar is, dan heeft dat onze voorkeur. En zo niet, ja, dan zou ik toch zeggen, ook gezien de situatie in onze gemeente, terug naar scenario 3. De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Er is al heel veel gezegd over deze tunnel. En eigenlijk gaat het altijd niet over het goedkeuren van de bestemmingsplan, maar daar gaat het uiteindelijk over. Alleen vanavond eventjes over welk scenario, voor welk scenario we gaan. Het CDA heeft de achterliggende periode regelmatig contact gehad met de plaatselijke belangen van Vulsteren, Gietmen en Dalmsvolte. Het CDA is ook blij dat de wethouder deze consultatieronde inlast om op deze manier de wensen van de bewoners van deze buurtschappen kennen mee te laten klinken in de uiteindelijke besluitvorming. En dat er niet uitsluitend oog is voor de financiële component. Het CDA is van mening dat er een duurzame oplossing moet komen voor deze tunnel. Een tunnel die de verkeersveiligheid dient en niet voorziet in schijnveiligheid. Een tunnel die zonder problemen door het agrarisch verkeer gepasseerd kan worden. Meneer Westrik heeft dat nog eens benadrukt vanavond. Reden waarom het CDA wil meegaan en blij is dat met het voorstel van de wethouder, dat de aanleg van een tunnel van 7,15 meter breed, dat we daarvoor willen gaan. Een fietspad dat wegzinkt en daarvoor in de plaats twee suggestiestroken. Een win-win situatie wat ons betreft. Immers, de verkeersveiligheid wordt gediend en financieel zal dit wellicht goedkoper zijn. Een 8% stijging is wat het CDA betreft geen issue, want fietsen tegen de Lemende Berg op is volgens mij iets steiler en duurt wat langer. Ik denk dat dat op zich geen punt is. En we gaan eerst naar beneden, dus we kunnen gewoon flink vaart maken. Dus een beetje praktisch daarin. Dus, en voor echte diehards, die kunnen wel starten op de Lemelenberg, een goede aanloop en dan naar beneden. Dan redden ze het ook, zeg ik dan. Toch wil het CDA nog even een paar algemene opmerkingen maken over het hele traject. De wethouder heeft ook even een aanloop genomen over het hele plan. En ik heb een viertal punten die ik nog even te bedden wil brengen, opmerkingen daarin. Aangegeven is dat bepaalde zaken met de aannemer zullen worden besproken. Het CDA wil, als er sprake is van een tunnel van 7,15 meter breed, dat er even goed aandacht is voor de bermen over de gehele afstand van de parallelweg, naast de N348. Dus van Ommen naar Lemmerveld en niet alleen bepaalde gedeeltes van die weg. In dit stuk wordt er gesproken over sluipverkeer tegengaan. Het CDA is van mening dat een smalle tunnel hier zeer beperkte invloed op heeft en deelt de mening van het college en de provincie niet. Daar komt bij dat als het verkeer ergens wordt geknepen, het elders meer verkeersdrukte gaat geven. Vergelijk het maar met een waterbed. Het stuit het CDA tegen de borst dat het niet verharden van bermen, met slechte bermen tot gevolg, als argument wordt gebruikt dat dit de verkeersveiligheid dient. Het CDA is van mening dat de wegbeheerder er zorg voor dient te dragen dat een ieder veilig gebruik van de weg moet kunnen maken en een berm, die maakt overeenkomstig de Wegenverkeerswet, onderdeel uit van de weg. En naar de mening van het CDA voldoen slechte bermen hier niet aan en dienen slechte bermen de verkeersveiligheid zeker niet. En wellicht komen we daar in de kaderstelling later dit jaar nog op terug. Het CDA is geen voorstander van het plaatsen van drempels in de weg. Sterker nog, we vinden het onwenselijk. Het is een niet in de laatste plaats voor het agrarisch verkeer een echt obstakel. Het laatste punt wat ik nog wil inbrengen, voorzitter. Iets over fase 3 van dit project. Onduidelijk is of en wanneer die fase 3 van start zal gaan. En ten aanzien van de uitwerking van deze fase wil het CDA graag aandacht vragen voor de bereikbaarheid van de kern en de buurtschappen. De bedoeling is dat de huidige op- en afritten verdwijnen. Dat is wat het CDA betreft geen gewenste situatie. Hier moet aandacht voor zijn. Echter, voorkomen moet worden dat de nieuwe inrichting bij fase 3
een aanzuigende werking heeft op het verkeer richting Giethmen en het daarachterliggende gebied, bijvoorbeeld in de richting van Den Ham en Hellendoorn. Als laatste nog even de opmerking wat mij betreft. Overleg met de plaatselijke belangen heeft er wel in geresulteerd dat zij wel kunnen gaan voor de tunnel van 7,15 meter. Dus bestaande plan met het verlaagde fietspad, daar is draagvlak voor. Dank u wel. Het woord is aan wethouder Ter Keurst. Voorzitter, dank u wel. Ik ben blij met die laatste opmerking, want ik had willen zeggen draagvlak, mevrouw Schunselaar en anderen hebben dat ook aangehaald, is het draagvlak. Ik ben nog niet in de gelegenheid geweest om met de drie PB's om tafel te gaan zitten, maar volgens mij is dit exact wat PB Damsholte destijds in een brief aan het college ook heeft aangedragen en is dit ook amperlijk zo weggezet. Dus het zou inderdaad de goedkeuring van plaatselijk belang Damsholte moeten kunnen wegdragen, deze variant. Meneer Dunnewind had het over een waterbed. Ik weet niet hoe lang geleden het is dat u een waterbed heeft gekocht, maar tegenwoordig hebben ze stabilisatoren. Ik denk dat we niet zo ver uit elkaar liggen ten aanzien van de voorkeursvariant die... Dat wel. Het doet me denken aan een stropdas die dan knelt, ja. Meneer Wind, de veiligheid van fietsers. U zult alle begrijpen dat op het moment dat fietsers en auto's op hetzelfde niveau komen, dat dat ten koste gaat van de verkeersveiligheid, maar dat hoeft niet dramatisch te zijn. Hoeveel fietsbewegingen zijn er en hoeveel autobewegingen zijn er? Hoe groot is de kans dat men gelijktijdig op dat punt aankomt? Mensen zijn zelf wel zo verstandig dat ze ruimte geven of ruimte nemen. En ze bestaan ook al. Ik zal hem straks even doorgeven. Een beetje slecht zichtbaar. Je ziet hem bijna niet. Maar dit is dus een tunnel van 7 meter breed. Zowel voor auto's, fietsers als landbouwvoertuigen. Ik geef hem straks even door. Met een profiel van 7 meter breed. Deze is bij Frieseveen. Dus ze bestaan gewoon in deze provincie. Ze zijn iets minder veilig, de fietser moet iets meer klimmen, maar het is niet ondoenlijk. En ik heb gezegd, ik ga dit inbrengen als zijnde onze voorkeursvariant. En als GS daarmee in kunnen stemmen, dan zullen we dat ook binnen het bestemmingsplan als zodanig meenemen. En dan kunnen wij, net als de andere gemeenten, want Raalt en Dalfsen hebben al ingestemd met bestemmingsplanwijziging, dan kunnen wij ook aan de slag. Mevrouw Schutselaar, het verdwenen geld in Zwolle, ik heb geen idee waar het is. Ik zou dat moeten gaan uitzoeken. Van 100 naar 80, er zijn middelen dan verdwenen. Ik moet even laten checken of er specifiek nog extra middelen voor waren. En zo ja, waar die dan waren, waar ze gebleven zijn. Vergeet niet dat het hele traject onder budgetspanning staat en dat er ook elders in de provincie, gisteravond was er weer een goed voorbeeld van, ook tracés zijn die ook onder budgetspanning staan en daar ook overal escrow gelden. Weer boven kwamen. Misschien zijn ze daar wel in meegenomen, dat weet ik niet. Laat ik even voor u uitzoeken. Ten aanzien van die VRI, ik hoop en verwacht sterk dat morgen in het bestuurlijk overleg dat we voor deze variant kunnen gaan. En anders zullen we iets anders moeten gaan verzinnen. En dan komt waarschijnlijk die vraag van die VRI weer boven. Ik wil voor alle eerlijkheid wel zeggen dat ik via de ambtelijke lijn terug heb gekregen dat u die vragen hebt gesteld. Maar het is ons niet gelukt om daar een antwoord op te geven, omdat de ambtenaar die daar verstand van heeft vandaag niet was. Dus mocht het aan de orde komen, dan krijgt u daar bericht van. Meneer de Jonge, ik ga zeker inzetten op scenario 6. Daar kunt u van op aan. Een duurzame oplossing, meneer Dunnewind. En inderdaad, dat sluit aan bij de opmerking van de heer Westrik van de LTO. Ik kan u wel zeggen dat, zoals ik, en dan citeer ik even stiekem uit de stukken van bestuurlijk overleg van morgen, dat deze variant goedkoper is dan de voorliggende variant met een VRI. Dat realiseert de provincie zich ook. Daarmee komt er iets minder budgetspanning voor de overige gemeenten. Dus ik verwacht in die zin wel draagvlak. Daarmee de budgetspanning die er is minder wordt en dat daarmee ook de tunnel Oude Twentse weg, dat die wat dichterbij bij komt. Nou, het waterbed hebben we het over gehad. Ten aanzien van het wegbeheer, u had een aantal opmerkingen ten aanzien van wegbeheer. Vergeet niet, misschien was dat wel de ondertoon in uw betoog, dat u zelf ook wegbeheerder bent. En u dus zelf ook een flinke stap kunt zetten in bermbeheer en in graskeien of grasbetonstenen. U hebt vorig jaar €250.000 daarvoor aan de kant gezet. Inmiddels zijn ze geïnvesteerd, dus liggen ze in de bermen herder. Maar het was onvoldoende. Dus op het moment dat u signaleert dat ook op dit tracé in de toekomst onvoldoende graskeien liggen,
Dan zou ik zeggen, met de kadernota pak uw verantwoordelijkheid. Voorzitter, tot zover, dank u. Wie wenst in tweede termijn het woord nog te voeren? De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Over het waterbed kunnen we nog hele bomen over opzetten. Stabilisatoren die heb ik niet meer nodig, zal ik maar zeggen. Dus ik lig uitermate rustig. Geen deiningen meer, zal ik maar zeggen. Even. Ja, ik weet niet wat jullie allemaal denken, maar. Jij hebt een slok. Oké, voorzitter. Even terug naar de tunnel, zullen we maar zeggen. Mijn vraag die nog even opkomt is, toestemming nodig van de Raalte en Dalfsen als we deze variant gaan doen? Het is nu goedkoper, hè? In die zin, dus is er nog toestemming voor nodig. En als laatste wil ik eigenlijk dan toch nog even meegeven vanuit het CDA. Stel dat de provincie zegt van, we willen dat niet. En we komen terug naar het oude plan, dan zal het CDA tegen de tunnel van 4,5 meter stemmen. Dank u wel. Verder niemand meer? De wethouder nog behoefte op te reageren. Oh, de heer Bongers. Ja, voorzitter, nog eventjes van procedurele aard, want ik denk dat meneer Dunnewind tipt het eigenlijk al aan van wat als. Want als u moet nog in het overleg gaan, u krijgt zoals het nu ziet het mandaat van de raad om dat overleg in te gaan. Maar goed, het gaat om het resultaat uiteindelijk. En kunt u daar iets van zeggen, want wat betekent dat? Voorzitter, de wat als vraag die was mij al helder. En dan zal de provincie ook haar verantwoordelijkheid nemen, linksom of rechtsom. Ik zet hierop in. En u kunt wat mij betreft, en ik heb dat gisteravond ook gedaan bij de N340, toen heb ik ook mijn collega bestuurders op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen daar. En heel kort doorgegeven wat de stand van zaken was, de tussenstand, ten aanzien van knooppunt Varssen bijvoorbeeld. En een aantal raads- en commissieleden waren daarbij aanwezig. Het zou wel eens heel goed kunnen dat bijvoorbeeld Varssen heel dichtbij is bij een oplossing. Ten aanzien van deze oplossing, er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt in het traject wat al een jaar of vijf loopt. Daar wijken we nu op een onderdeeltje vanaf, dat is de breedte van de tunnel en de fietsveiligheid. Niet dat het dat weg wil schrijven, het wordt iets onveiliger voor de fietsen, maar hoe groot is de kans dat? Dan zullen we met elkaar de horloges gelijk moeten zetten van is dit acceptabel? Ik vind dat dit acceptabel is, ik vind ook dat dit tegemoet komt aan de wens van de Raad van Ommen en dat dit tegemoet komt aan de wens van de drie plaatselijke belangen. Dat mag ook meewegen en we nemen daarmee een stukje budgetspanning van het hele traject af. Ik verwacht dat wij eruit komen. Als dat niet zo is, dan krijgen we dat parkeer in de post van mij retour. Met andere woorden, u krijgt zo snel mogelijk uitsluitend ten aanzien van de oplossing voor Damsholt. En Zelico die gaat morgen met me mee. Dus we kunnen bij Groenlicht heel snel een korte raadsbrief opstellen die we u doen toekomen. En als u daarmee in zou kunnen stemmen, op hetzelfde moment ook de PW's kunnen doen toekomen. Dan is iedereen op hetzelfde moment gelijkelijk geïnformeerd. Die toezegging die is vastgelegd. Wil meneer Westrik nog een woord spreken? Want dat kan. Iedereen, één spreker mag na afloop van de discussie nog iets toevoegen. U. Het was, mijn stem is vanavond niet zoals het moet. Het was voor mij wel een verrassing dat er nu een scenario 6 komt. En daar hebben wij ons ook niet op kunnen voorbereiden. Misschien als deze oplossing goedkoper is, maak hem dan toch nog ietsjes breder. Dat voor het landbouwverkeer toch makkelijker is. Maar verder, ik denk dat dit wel een mogelijke oplossing is. En ik zou ook graag willen vragen of ik ook die informatie van u kan krijgen. Want, prima. Dan wensen wij de wethouder morgen veel succes. En dan hoop ik dat wij zaterdag de
raadsbrief hebben met een positief besluit. Dan gaan we nu over tot de conceptafsprakenlijst. Daar zijn geen opmerkingen op gekomen. Niemand voelt op. Dan kan concept eraf. En dan gaan we over naar het financieel verdeelmodel. Standaard en afwijkend pakket. Wie wenst daarover het woord te voeren? Mevrouw Lagas. Dank u wel, meneer de voorzitter. Als je aan zo'n stuk begint, standaard en afwijkend pakket, dan denk je hoeveel pagina's zal dat zijn? En dan blijf je dus steken bij, ja, bij elkaar, als je gewoon netjes in elkaar drukt, is er nog niet eens één bladzijde. En dan wat staat er dan? Dan staan er een aantal grootheden die niet gedefinieerd zijn. Grootschalig, tijdbegrensd, grotendeels, substantieel, belangrijke gevolgen, nieuwe technologieën. En organisatorisch opzicht complex. Dan denk ik, en wat zijn de kaders? Waar valt het dan binnen? Dus meneer de voorzitter, wij kunnen niet anders concluderen dat dat wel de richting is waar langs gewerkt zou moeten gaan worden. En wij zijn ook niet voorstander van om nu de discussie te gaan voeren rondom die kaders. En eigenlijk geven wij als VVD-fractie u gewoon mee van, ga hier nou mee aan het werk en inventariseer dan wat u tegenkomt en kom dan een keer met een definitie bij de evaluatie. Want op deze manier, met deze grootheden die eigenlijk niet gedefinieerd zijn, kunnen we niet zoveel. Maar het is wel de richting waar we het eerder over gehad hebben. De heer De Vries Robles. Dank u wel, voorzitter. Dat doet hij expres. Ja, dat is straks weer. Ja. Ik denk dat wij eigenlijk eensluidende opmerkingen hebben als mijn mede. Collegelid, commissielid, ik zeg het verkeerd, commissielid Lagas. En volgens mij hebben we dit in eerdere instantie ook al betoogd. Wij hebben namelijk aan u gevraagd, volgens mij expliciet, kunt u nou eens aangeven voor welke gevallen u die bijzondere speciale situatie wenst? Nou, en dan krijgen wij een stuk van u terug waarin gezegd wordt, ja, dit zou de voorwaarde kunnen zijn wanneer er sprake is van een bijzonder geval. Maar wij hebben in eerdere instantie ook al eens een keer gezegd van, als die bijzondere gevallen nou zo schaars zijn en eigenlijk de rest allemaal going concern is, waarom doen we dan niet voor die bijzondere gevallen gewoon een aparte regeling, namelijk dat we dan gewoon aan de BOH vragen wat het zou moeten kosten als ze dat voor ons willen oplossen? Dat is toch gewoon een project definiëren en de projectkosten vragen? Waar hebben we dan toch die indeling in normaal going concern en bijzondere zaken voor nodig? Die opmerking hebben we volgens mij eerder gemaakt en ik heb in dit stuk eerlijk gezegd nog steeds niet het gevoel dat nu zo helder gemaakt is wat het verschil tussen normaal en bijzonder is, dat we hiermee een categorie gedefinieerd hebben waar we echt mee uit de voeten kunnen. De heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, wij hadden dezelfde dilemma's bij de definities van de criteria die niet altijd even eenduidig zijn. En we hadden daar als vervolgvraag bij, ik zal dus de criteria niet herhalen, dat omdat het om geld gaat dus de belangen strijdig kunnen zijn, er eventueel een soort van arbitrage zou zijn van, goh, is het nou maatwerk of is het nou standaard, hè, tot welke pot behoort het? En als die discussie plaatsvindt, hoe dat dan qua arbitrage in zijn werk zou gaan, hè, hoe u daarover denkt, wie beslist uiteindelijk wat er gekozen wordt, wat eruit komt. En ik roep graag in herinnering een voorbeeld van niet al te lang geleden. En dat gaat over het onderzoek naar de vennootschapsbelasting, waarbij niet het normale 75-25 verdelingseffect gehonoreerd dreigde te worden, maar 50-50. He, en je kan je dus afvragen van op basis van welk criterium kies je dan voor 50-50 of waarom wijk je daarvan af en hoe zit dat precies? Daarnaast, voorzitter, zouden we graag willen weten in hoeverre de Raad betrokken wordt, CQ blijft, bij de keuzes voor standaard of afwijkend. En ten leste, voorzitter, en daar had ik eigenlijk mee willen beginnen.
Op de eerste pagina bij de tweede en derde bullet worden de begrotingen 2016 als uitgangspunt gehanteerd. En bij de derde bullet staat er nog eens een keer dat de begrotingen geschoond worden van projecten en van de Grekse. Even voor alle zekerheid, voorzitter, betekent de uitkomst van het schonen van die begrotingen ook dat de verdeling zoals die tot nu toe gehanteerd wordt, 75-25 te weten, of die verdeling daardoor ook wordt aangetast of blijft die ook voor 2017 en de jaren daarna hetzelfde? Want daar is het stuk niet helemaal duidelijk in. Voorzitter, dat waren onze vragen. Dank u wel. Mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de CDA-fractie zou eigenlijk in ieder geval de open vraag willen stellen aan de portefeuillehouder. Kunt u ons even meenemen in hoe dit tot stand gekomen is en waarom er nu dit op papier staat? Dus mevrouw Legas zei het ook al, de zeer beperktheid en los van het feit of dat je 100 pagina's zou willen hebben, is het wel goed om te kijken van wat is nu de achterliggende gedachte van deze summere opsomming. Omdat er wel degelijk in het raadsbesluit staat dat we hiermee kunnen instemmen. En ik denk dat er dan iets niet goed gaat, omdat we het naar het idee van de CDA-fractie dan moeten hebben over richtlijnen. Terwijl wij als CDA-fractie ook duidelijk hebben gezegd dat wij eigenlijk wel tevreden zijn met het huidige financieel verdeelmodel. En dat is toch iets anders dan er hier staat, omdat bij de argumenten ook wordt aangegeven dat er in de afgelopen periode overleg heeft plaatsgevonden tussen betreffende portefeuillehouders enzovoort enzovoort. En dan staat er hierbij het volgende afgesproken. In het vervolg hebben we het alleen nog maar over een standaardpakket en een afwijkend pakket. Volgens mij hebben we als gemeenteraad gezegd, wij willen weten hoe het nu precies zit. En wij zijn hier nog niet mee akkoord. Dus dat lijkt een beetje strijdig met elkaar zoals het hier geformuleerd is. En daarmee hebben wij als CDA ook benoemd tijdens de kadernota van nou, het zou ook een idee kunnen zijn. En die discussie zouden we ook nog met elkaar voeren. Hoe gaan we met de reserves om die naar de BOH gaan? En is het niet een idee, als wij wat helderder hebben hoe het zit, dat wij onze eigen financiën hanteren voor eventueel projecten? Dat zou ook nog een mogelijkheid kunnen zijn namelijk. Nou, daar hebben we volgens mij nog niet verder over van gedachten gewisseld met elkaar. Dus dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Maar daar wilde ik in de eerste termijn maar even bij laten. Dank u wel. De heer Wint. Voorzitter, dank u wel. Ja, wij kunnen als ChristenUnie ons ook grotendeels aansluiten bij de vorige sprekers. Ja, wij hadden toch nog wel een paar vragen inderdaad. Want wij vroegen ons af ook waarom het grote eigenlijk tussen haakjes staat. Zo van, nou ja, het lijkt erop alsof daar nog een keus gemaakt moet worden van, ja, praat je nou dan alleen over de grote projecten of praat je gewoon over alle projecten? Dat wordt hier niet echt duidelijk van. Bovendien wordt daar een lijst met criteria gegeven waar dan dus inderdaad boven staat wat zijn grote tussen haakjes projecten. Of de grote tussen haakjes dan. Dus terwijl wij denken van, het, volgens mij gaat het hier inderdaad over om de criteria voor grote projecten. Dus dan is dat die haakjes die zijn al helemaal niet meer van toepassing. Bovendien staat er hier ook niet bij en was ons niet duidelijk van, is dit nou een en-lijst of is het een off-lijst? Wij denken dat het een off-lijst is, dus dat een groot project dan aan één van deze criteria zou moeten voldoen. Of moet het aan alle criteria voldoen? En dat was ons ook nog niet helemaal duidelijk. Voorzitter, tot zover. De heer Bongers. Nee? Dat is het woord aan de wethouder. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik begrijp dat de raadscommissie het stuk iets te compact vindt. En dat kan ik ook wel volgen. Wat is de bedoeling geweest? En dat is in feite een antwoord aan mevrouw Bakelaar. We hebben geprobeerd om ook stapsgewijze zeg maar, dit proces in te rijden. En u daarin ook nadrukkelijk mee te nemen. In het gesprek wat we hierover hebben gehad was voor het college volstrekt duidelijk dat u in feite zegt van goh, de BOH, dat is in feite de core business, daar hoort er gewoon het in beginsel in. En ja, misschien zijn er uitzonderingen. Hè? Nou, en daar moeten we naar op zoek. Nou, dat is ook de inzet geweest zeg maar, in het gesprek van de portefeuillehouders. En het heeft er ook toe geleid dat we nog eens even doordacht hebben van oké, waarom deden we dit nou eigenlijk ook alweer? En daar is juist een van de elementen die vanuit de raad en
volgens mij ook vanuit mevrouw Bakelaar naar voren kwam, namelijk van goh, misschien moet je ook overwegen om in een aantal gevallen, dan moet je niet te veel doen, maar in een aantal gevallen zou je kunnen overwegen om eigen financiën voor projecten vrij te maken. Nou, die suggestie is nadrukkelijk ook ingebracht in het gesprek. Dat is precies de reden waarom we dus niet meer spreken over een standaard pakket en een pluspakket, maar een standaardpakket en afwijkend pakket. Want het zou ook denkbaar kunnen zijn dat je als gemeente zegt, nee, we hebben een min. Juist om een eigen budget mogelijk te maken. Dus het was juist uw suggestie die daarin zeg maar tot dit heeft geleid. Dus dat hebben we in feite ook meegenomen in het gesprek. En dat was ook bij de collega van Hardenberg volstrekt vanzelfsprekend. We hebben uiteraard ook erover gehad van, goh, wat gaan we nou eigenlijk doen? We kunnen alles op stel en sprong zetten vanuit 2015. Laten we de begroting 2016 maar pakken. En dan kom ik even op de punten zoals ze zijn genoemd. Ik denk dat mevrouw Lagas heel goed verwoordt wat we in feite gaan doen. We hebben aangegeven van, goh, we hebben een aantal criteria en daar gaan we dus gewoon mee aan de slag. We maken een inventarisatie, we komen een aantal projecten tegen en die zullen we benoemen. En ja, dan komen we bij u terug. Dat is exact wat we gaan doen. En in feite antwoord ik dan ook op datgene wat de heer De Vries Robles heeft gezegd. Van, goh, op het moment dat het dan bijzonder is, dan vragen wij inderdaad aan de BOH voor een projectvoorstel. En dan zou je kunnen overwegen om het aan de BOH te vragen of elders. Zeker. En zo gaat het dus werken. We hebben eerst de discussie van, goh, is dit inderdaad bijzonder genoeg? Ik kom straks nog even over de criteria te spreken trouwens. En als dat het geval is, dan hebben we de keuze van, god, doen we dat in de BOH of elders? Zo simpel is het. De heer Middelkamp vroeg nog van, god, maar hoe nou als je er niet uitkomt? Hebben wij voorzien in arbitrage? In algemene zin ja. Het is zo dat in de BOH hebben we een stemverdeling. Dat is op een 50-50 basis. En als we er niet uitkomen, dan is daar voorzien in arbitrage. Dat is dus als het ware in algemene zin zo geregeld. Overigens is het wel zo, en ik maak de gesprekken mee, dat ik niet het idee heb dat dit onderdeel tot een zwaar probleem zou kunnen leiden. Maar je hebt dat soort regelingen voor het geval dat. U gaf nog even het voorbeeld van de vennootschapsbelasting. Ik denk dat dat nou juist wel een voorbeeld is waar het wel zuiver was. Want wat hebben we daar nou gedaan? We hebben gezegd van de BOH-inspanning in dat dossier vennootschapsbelasting, dat doen we langs de lijn 2575. He, dus de ambtelijke inzet, om het zo maar eens te zeggen. Maar als er voor gemeente Ommen, ofwel voor de gemeente Hardenberg, dingen moeten gebeuren, en het zijn verschillende dingen, dan is het op zichzelf genomen redelijk. He, als je dat extern weglegt, en dat deden we in dit geval bij PwC, dat Ommen dat betaalt en dat Hardenberg dat betaalt. Zo is dat gegaan en zo hoort dat ook. Dus de BOH-inzet, de ambtelijke inzet, is wel langs die 2575 inzet gedaan. En om u gerust te stellen, jazeker, dat is en blijft de sleutel. Totdat beide raden zeggen van het moet anders. Dus ook voor de komende jaren. Als gezegd richting mevrouw Lagas, ja, natuurlijk blijft de raad betrokken bij dit proces. Want zeker als het consequenties heeft, dan raakt het budgetrecht en bent u ook direct aan de beurt. Dan even kijken. Ja, ik heb mevrouw Bakelaar al geantwoord over de items, de bullets en waarom dat zo was. Eigen financiën voor projecten. Dan de heer Wint, die heeft het heel goed gelezen, moet ik zeggen. Want, en is het nou een of en een verhaal? Het is zo dat het woord grootte tussen haken inderdaad in gesprek kwam doordat we de criteria bij elkaar op willen tellen. Dus het moet wel degelijk en gaan om niet routinematig en een gemeente die alleen of grotendeels alleen en dat er belangrijke gevolgen bij zijn, nieuwe technologieën. Ja, het is zeer uitzonderlijk, maar het zou een klein project kunnen zijn. Dus dat is de ambtelijke veiligheid en dan zet je tussen haakjes. Maar het zou me sterk verbazen. Het zou me echt sterk verbazen als daar dus geen groot project mee komt. Per saldo verwacht ik dat wij uit die inventarisatie, behalve de Grekse, dat is natuurlijk erg voor de hand liggend, dat daar met name de grote Grekse over en weer, Hardenberg en Ommen, het wordt geduid, dat maar een enkel grootschalig project daarvoor in aanmerking gaat komen. Maar dat moet dan blijken uit die inventarisatie.
Voorzitter, ik denk dat ik daarmee de punten dan te pakken heb gehad. Dank u wel. Wie wil er gebruik maken van de tweede termijn? Mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is maar nog niet helemaal duidelijk, hoor. Want afwijkend pakket dus inderdaad eigen financiering. Maar dan zullen we dus echt iets moeten met de BOH-reserve, lijkt mij zo. Want, en dan ga ik er ook vanuit dat je dus wel degelijk kan spreken over een behoud van het 75-25 model voor de gewone ambtelijke ondersteuning, lijkt me zo. Maar ik weet niet of ik het nou goed begrepen heb. Maar daarnaast is het wel goed, denk ik, om even te kijken van wat zijn dan die concrete grote projecten op basis van wat er nu bekeken is. He, dus als je kijkt naar de begroting 2016, want kunnen we daar dan ook, kun je daar een shifting dan in maken? Een paar voorbeelden, volgens mij hebben we daar toen ook om gevraagd. En misschien kan dat in een schriftelijke raadsbrief of anderszins een vertaling. En dan is het toch wel goed om te kijken en even te vragen, hoe gaat dit nu verder doorgeleid worden, dit stuk? Komt dit nu op de gemeenteraad ter besluitvorming? Want dan kunnen we als, dus dat was even van hoe gaan we nu verder, want u geeft aan het is een stapsgewijze opzet, alleen tegelijkertijd wordt hier al min of meer een voorschot genomen op toch daadwerkelijk vanaf 2017 op deze manier te gaan werken. Dus dat voelt even toch onduidelijk op dit moment. En inderdaad nog één onderdeel van hè, over de nieuwe BBV-voorschriften. Is daar al meer dan over duidelijk, want dat noemt u ook in de laatste zin. De heer De Vries Robles. Want de wethouder geeft aan, ja, de Grekse legden we eruit. Maar wat is er nou zo bijzonder aan de Greks-projecten? Dat ze groot zijn, weten we. Maar een Greks is een Greks. Daar heb je een systematiek voor. Die hebben we nogal met elkaar de laatste tijd doorgeakkerd qua risicomodel. Ja, of het nou om een grote exportatie gaat of om een kleine exportatie, het model is hetzelfde. En in een Grex laat je over het algemeen een heleboel berekeningen doen door deskundige partijen, vaak niet onze eigen gemeente. Ja, als het bijvoorbeeld over taxaties gaat en dat soort dingen. En ja, eerlijk gezegd, ik vind grondexportatie gewoon een onderdeel van de gemeentelijke exportatie. En daarmee eigenlijk going concern. Het woord is aan de wethouder. Ja, dank u wel. Allereerst naar mevrouw Bakelaar. Hoe zit het dan, hoe betaal je bijvoorbeeld uit de BOH-reserve? Nou ja, kijk, op het moment dat er een overschot is in de BOH, dan is het aan de beide gemeenten om te bepalen van vloeit dat terug naar de gemeente of wordt dat binnen de BOH gereserveerd. Hè? Dat is een keuze die we ook de komende tijd weer zullen maken. Het spreekt voor zich dat we de reserve zeg maar niet al te groot willen laten worden. Hè. Dat hebben we ook al uitgesproken. U weet dat er de wens is om de reserve te laten groeien naar 1 miljoen. We hebben vanuit OMA al aangegeven van, nou, we denken dat een passende plaats hier zeg maar verstandig is. En dat betekent dus dat een overschot van de BOH terugvloeit direct naar de gemeente. En is dan de gemeente om te kijken van wat ze daarmee doet. En ja, de gemeente kan dat bedrag natuurlijk inzetten als ze dat wil. Voor een eigen traject, dat kan. Ja, hoe zit het nou precies met het vervolg? Ja, strikt formeel is dit dus consultatie van het college, hè, waarin wij aangeven van nou, dit zien wij als een eerste uitwerking van het aangenomen amendement. Waarbij we een vervolgstap zien, namelijk een inventarisatie, hè, van goh, een aantal voorbeelden waarbij u inzicht krijgt van goh, dit kunnen de gevolgen zijn. Uiteindelijke besluitvorming dient sowieso in de raad te zijn, zeker als er financiële consequenties aan zijn. Uiteraard. Maar we willen u graag daarin meenemen. En natuurlijk pakken wij daar de nieuwe BBV-regels bij. Dat hebben we ook gewoon parallel geschakeld. Ja, en dan de heer De Vries Robles heeft een heel principieel punt als het gaat om de Grekse. Ik ga dat zeker inbrengen in de gesprekken. Ik kan mij voorstellen dat er een aantal lopende Grekse zijn. Hè. We hebben bijvoorbeeld de Grekse Bulemansteeg. Dat is een lopend traject. Ja, ik denk ook dat je daar best van kan betogen dat dat lopend verhaal is.
We hebben natuurlijk ook wel een paar hele bijzonder grote verhalen. De Westflank, de Vlierlanden. Nou, daar zou je kunnen van zeggen, dat is zo specifiek, dat is zo groot. Dat is zo, de criteria die hier genoemd zijn, dat je kunt overwegen om dat zeg maar apart te zetten. Daar is wel wat voor te zeggen. Ik kan me zo voorstellen dat dat in gesprek, ook met de collega's van Hardenberg en de BOH wordt ingebracht. En ik zal de resultaten zeker hier terug laten komen. Nou, dan kunnen we kijken van of dat over en weer tot overeenstemming leidt. Dank u wel. Het antwoord bevredigt mij niet helemaal, omdat natuurlijk kunnen we de verschillende grondexploitaties, ja, dat zijn bijzondere projecten die in een gemeente gerealiseerd worden. Maar Ommen heeft een grondexploitatie en Hardenberg heeft dat ook. En de principes die je daar toepast, die zijn in beide gevallen hetzelfde. Dus de techniek waar de ambtenaren over moeten beschikken, wijkt niet af. En volgens mij is het ook nog zo, dat naarmate het project omvangrijker is en er specifiek, laten we zeggen, technische zaken voor het project gerealiseerd wordt, dan behoort dat tot de kosten van dat project. En worden die dus in de GREX opgenomen. Dus als je het hebt over specifiek toe te wijzen aan een project, projectkosten, dus ik noem maar iets, wij gaan hier iets op de dijk doen en daar moet je speciaal grondonderzoek voor doen, dat reken je gewoon toe aan de GREX. Dus dan vraag ik me nog steeds af, als grondexploitatie een normale taak van de gemeente is, en dat is het volgens mij, en ook Hardenberg doet aan grondontwikkeling volgens mij op dit moment nog, tenminste er wordt flink gebouwd nog steeds ook, dan denk ik, ja, het is gewoon going concern. Nou, ik volg u in zijn geheel als het gaat om bijzondere kosten. Die worden inderdaad toegerekend aan de GREX, dat is absoluut waar. Waar het hier om gaat zijn natuurlijk de bijzondere extra ambtelijke inspanningen die in bepaalde gevallen nodig zijn. Nou, en dat is dan de overweging om te zeggen van doe je dit in een plus of niet. Maar het is duidelijk hoe u erover denkt en ik neem dat zeker mee ook in het gesprek. Dus hier komen we zeker nog over te spreken. Dank u wel. Nou, ligt daar iets? En de raadscommissie adviseert het college om in te stemmen met de in het voorstel weergegeven uitwerking van het amendement van 1 oktober. Maar ik durf die conclusie op dit moment niet te trekken uit het overleg. Maar wat is het alternatief? Voorzitter, mag ik een voorzitter doen op dat punt? Want we hebben wel degelijk een bepaalde richting gekozen. En het zou wel fijn zijn als Ommen en Hardenberg in dezelfde richting gaan lanceren. Dat zijn die bullets. De eerste is dat we niet meer spreken over standaard en plus, maar dat we over een standaard en afwijkend pakket spreken. Juist ook om de min mogelijk te maken. Dat is een richting. De tweede is dat we de begroting van 2016 als een uitgangspunt nemen. En dus niet 2015. De derde is dat we het proces ingaan waarin we dus de projecten en de GREX'en pakken waarvan wij denken dat die bijzonder zijn, dat we die inventarisatie gaan maken langs de criteria die cumulatief werken. Nou, dat zijn richtinggevende zaken die we in het gesprek kunnen meenemen. Als u zegt van, nou ja, het is voor ons nog niet helemaal helder wat dat betekent, maar de richting op zichzelf genomen kunnen we overschrijven, zoals mevrouw Lagasse het in feite duidde. Kunnen wij ermee aan de slag? Zorgen wij voor die inventarisatie? Komen we bij u terug? En dan kunt u zeggen van, oké, wij willen hier een klap op geven of niet. Mevrouw Bakelaar. Even een verduidelijkende vraag. Betekent dat de wethouder zegt van wij passen dan een aantal regels aan in het stuk wat nu voor ligt? Want nu staan er dus een aantal zaken waarvan we zeggen van die kloppen gewoon niet. In te stemmen met en dergelijke. Richtlijnen worden niet genoemd en bijvoorbeeld de uitwerking om tot verdere stappen te komen. Die staat ook niet in de slotconclusie bij het vervolgproces. Dus als dat zo is, dan zou ik zeggen goed. Maar als u zegt van nou we gaan gewoon verder en we houden het stuk zo, dan zeg ik nee. Nee, ik begrijp u en het is ook breder hè, dat het niet zozeer gaat om een instemmen in de klassieke zin van het woord, maar gewoon dat het gaat om een richting geven en dat u een inventarisatie en een voorstel terug wilt zien. En daar gaan we gewoon aan werken. De griffier zegt, dan schrijf ik dat zo op. En kan de commissie dan instemmen? De laatste keer, mevrouw Bakelaar. Ja, sorry, maar het was ook namelijk een amendement van het CDA. Dus ik heb hem toch weer even erbij gepakt.
En daar staat toch echt in dat er hele duidelijke vervolgstappen worden gedefinieerd en ook de inventarisatie gewoon heel helder wordt gedaan. Nou, dus dat is wel belangrijk dat dat wordt gedaan en dat dit dus slechts ja, een beginrichting is of een beginstap. Dus het is nog geen uitwerking van het amendement. Daar bent u het mee eens. Fijn. Mijn conclusie is dat de commissie instemt met de beginstap. Dan gaan we nu over tot de rondvraag. Hebben we drie van het CDA, mevrouw Bakelaar. Dank u wel, voorzitter. Wilt u dat ik alle vragen achter elkaar stel? Stel de vragen maar één voor één per onderwerp. Goed, dan zou ik willen beginnen met de peuterspeelzaal Lemelen. We hebben een gesprek gehad met het plaatselijk belang Lemelen en toen hebben we ook gesproken over de benarde situatie van de nieuwe peuterspeelzaal, de vrij nieuwe peuterspeelzaal. En in verband met de nieuwe wet en regelgeving waar wij het laatst over hebben gehad, ook hier, per 1-1-2017, lukt het gewoon de peuterspeelzaal niet om open te blijven. En wij zouden daar graag ook toch schriftelijk ook een reactie van u op willen hebben, maar in ieder geval nu de vragen. Want is het u bekend dat de ouders van de kinderen van de peuterspeelzaal in Lemelen een brief hebben gehad van domein? Met de mededeling dat de peuterspeelzaal per 1 augustus 2016 gesloten zal worden. Bent u daarmee bekend? En zo ja, is hierover dan overleg geweest met de gemeente om eventueel een sluiting te voorkomen? Of om te kijken naar een oplossing ook in het kader van toch de leefbaarheid van de kleine kernen? En als derde, ja, kunt u wellicht iets zeggen, maar dat graag ook schriftelijk, van hoe verloopt nu die harmonisatie van die peuterspeelzalen en de kinderopvang tot nu toe? Want dit is slechts nu een eerste signaal, maar wellicht gaan er meerdere volgen. Dat was mijn eerste vraag. Dank u wel. Ik heb van u begrepen dat u schriftelijke reactie verwacht van misschien is het verstandiger om de volgende keer op basis van artikel 40 van het reglement van orde de vragen schriftelijk te stellen. Dat is prima, voorzitter. De tweede serie. Helemaal goed. De tweede is, pak ik hem heel even erbij. Ja, over het bestuursmanifest, het land van Ommen en Hardenberg. Daar gaan we het binnenkort nog met elkaar over hebben. En met belangstelling hebben we dan ook gelezen in de krant dat professor Hospers van de UT Twente een onderzoek heeft gedaan en een manifest heeft opgesteld. Met daarin de mogelijkheden om te komen tot intensievere samenwerking. En het CDA heeft een tweetal vragen van wanneer gaan we met elkaar in gesprek. En ik begreep vanuit het krantenartikel dat wij deze week de stukken krijgen. Dan zal dat, die hebben we nu net ontvangen. Oké, dan hebben we die net nu gehad. Dat was mijn vraag. En ook er wordt gesproken over een uitgebreide discussie met de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Kan daar nu al iets meer over gezegd worden of komt dat ook in de bespreking? Dat was even onze tweede vraag. De verantwoordelijke voor het bestuurlijk manifest. Ja, nou dat zijn we gelukkig uiteindelijk allemaal, of niet. Dus dat is al het goede nieuws, denk ik. Nee, het klopt inderdaad dat de raad er gewoon over komt te spreken. En de raad dus ook alle ruimte krijgt om daar iets van te vinden en het al dan niet te accorderen. En laten we dat ook maar gewoon voorop stellen. En misschien is het ook wel goed om hier een manifest te maken wat nou precies de bedoeling is. Het is natuurlijk in de tijd ook door de gemeenteraad van Ommen gekozen voor een ambtelijke samenwerking. Dat heeft ook geleid tot de gezamenlijke bestuursdienst. Nou, daar hebben we nu enige ervaring mee. Daar hebben we hier ook al een aantal zaken met elkaar over gewisseld. En vervolgens is het college feitelijk natuurlijk aan de slag ook met het college van Hardenberg. Dat is ook op een aantal momenten wel teruggekoppeld naar de raad. Dat zult u ook wel terugzien in de stukken zoals die u nu aangereikt zijn. En onderdeel daarvan is dat wij nu een aantal afspraken hebben gemaakt met het college van Hardenberg. Met name om een inhoudelijke verdieping te zoeken in de samenwerking. Nou, de professor Hospers, u haalde hem al aan, die is in het gebied geweest. Die heeft interessantere literatuur gevonden, maar nog interessantere dingen gezien en gevonden. Nou, dat heeft hij opgeschreven. Wij hebben gezegd, nou, dat is een heel inspirerend document.
En op basis daarvan zou het eigenlijk interessant zijn om langs twee themalijnen eens te kijken of we ook in de inhoudelijkheid nog wat verder kunnen samenwerken. Dat heeft op een aantal fronten zou dat voordelen kunnen bieden. Maar dat gaat niet als niet ook de gemeenteraad en onze inwoners daar op een goede manier en ook horend en passend bij de rol die zij hebben bij betrokken raken. Dus het is ook heel goed om hier dat gesprek met elkaar aan te gaan. En ik kan me ook zo voorstellen dat het interessant is om niet alleen met elkaar dat gesprek aan te gaan, maar ook met de gemeenteraad van Houdenberg om te kijken of de verwachtingen die op dat punt bestaan ook wel gelijksoortig zijn. Dus ik denk dat het een interessante periode is die aanbreekt. Maar dat het ook goed is dat we daar in de commissie eens wat uitvoeriger over doorpraten. En als het goed is, moet in de stukken die u heeft aangereikt gekregen ook de handvat zitten om dat gesprek te voeren. Dus ik hoop dat ik zo de vraag wat beantwoord zonder al te veel te zeggen vooruitlopend op de commissie. Ik begrijp dat u een opmerking wil maken. Ik begrijp heel goed waarom deze vraag namelijk gesteld is. En ik wil u er wel gevoelig voor maken dat dit een gevoelig thema kan zijn. En dat betekent dus dat wat u als suggestie doet, dat de raden van Houdenberg en Ommen daar misschien ook samen maar eens naar zouden moeten kijken, eigenlijk wel een hele goede suggestie is. Maar ik kan u zelfs zeggen dat wij een Vechtdal gezamenlijk D66 overleg gehad hebben en dat de beelden bij dit manifest tussen de verschillende fracties in Houdenberg en Ommen totaal verschillend zijn. Dus met andere woorden, hier ligt nog wel een communicatieve opgave. Het is bijna verleidelijk om een hele discussie nu aan te gaan. Overigens is het in iedereen, nou ja goed, dat kan. Maar u weet als geen ander, beter dan ik, dat de gemeenteraad van Houdenberg ook hele expliciete opvattingen heeft en dat die anders zijn dan die van u. En in dat evenwicht moeten we zien de goede dingen. Voorzitter, mag ik zo ook nog even, want ik raak helemaal in de war. Oh, dat moet niet, meneer de Jonge. Want voorzitter, ik krijg er een nare gevoel bij. Ik heb voor het vragenhalf uurtje vragen hierover ingediend. Die heb ik op advies teruggetrokken omdat het 18 februari op de agenda zou komen staan. En het verbaast me dat de vragen overkomen, vooruit tot daaraan toe. Maar het verbaast me, voorzitter, dat wij hier nu een discussie gaan voeren over dit onderwerp. En ik zou nadrukkelijk aan u willen vragen om de discussie te stoppen en het te parkeren tot 18 februari. Meneer Bongers, geen discussie, maar een verhelderende vraag mag. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan me wel voorstellen dat hier vragen over zijn, want die vragen krijgen wij ook. Iedereen leest natuurlijk de krant en dit soort berichten, met grote belangstelling. We gaan hier nu niet de discussie voeren, maar wat we ons in ieder geval wel afvragen is, waarom is dit manifest alleen beperkt tot bijvoorbeeld de BOH met Houdenberg, maar waarom bijvoorbeeld niet richting Dalsen? Kan ook. Dus wat ons betreft zou het ook wel iets breder getrokken mogen worden. Dat is de eerste vraag. En de tweede is van ja, in hoeverre is daar het college hier autonoom in? Ik denk dat wij als raad het hoogste orgaan uiteindelijk de opdracht geven en uiteindelijk ook ergens mee instemmen of niet mee instemmen. Dat zijn de eerste vragen, voorzitter. Kort antwoord graag. Ja, dat is heel ingewikkeld, hè? Want ik was eigenlijk nog bezig met de beantwoording richting de heer De Vries Rob Les. En ik begrijp dat de heer De Jonge zegt, ik heb iets aangekondigd. Daar was ik overigens niet van op de hoogte, maar goed, dat maakt verder ook niet zoveel uit. Ja, er valt heel veel over te zeggen en ik denk dat het nou hartstikke goed is dat we met elkaar dat in de commissie doen. En dat u ook gewoon uw opvattingen daarover onder het voetlicht brengt. En dat we met elkaar het gesprek krijgen en dat we ook zien wat u als raad precies wilt en of dit aansluit of niet. Zo hoort dat volgens mij ook in een goed democratisch bestel. Kijk, en laten we ook de vreugdevolle constatering doen dat u er met elkaar over gaat praten. Dat in Houdenberg ook gebeurt. En dat het uiteindelijk tot een conclusie kan leiden. En ik hoop dat we dit jaar heel veel van dit soort dingen in openbaarheid met elkaar kunnen bespreken. En dat op al die dossiers waar ik de afgelopen maanden mee ben geconfronteerd helderheid komt. En dit is er volgens mij één van. Dus het lijkt mij een heel prachtig voorjaar worden, voorzitter. Oh. Als het dan ook nog een beetje warm voorjaar wordt, dan is het helemaal goed. Dan, mevrouw Bakelaar, de derde vraag. Nou, ik hoop dat ik niet weer een discussie nu op ga roepen. Dat is niet mijn bedoeling.
We hebben wat signalen van inwoners gehad over de dienstverlening van de BOH. Het is altijd goed om met elkaar te blijven kijken van hoe doen we het en waar kunnen we het nog beter doen. En we vroegen ons ook af of dat het mogelijk is dat onze gemeentesecretaris binnenkort weer eens een keer een voorlichting kan geven of informatieverstrekking over hoe het gaat rondom dienstverlening en allerlei andere ontwikkelingen. Ja, de gemeentesecretaris kan wel ja knikken, maar dan gaat het college over. Nee, maar dat lijkt me heel goed. En ik denk dat het goed is dat ze dat ook in haar rol van directeur van de bestuursdienst dan doet. Maar misschien is het ook wel aardig dat ze haar collega dan meeneemt. En dat de collegiale directie het dan samen doet. En dat lijkt me ook wel goed, als u dat goed vindt. Prima. Goed zo. Dan constateer ik dat er niets meer aan de orde is en dan sluit ik deze vergadering en dan gaan we om 9:05 verder met de raadsvergadering.